adviseer ik je leren. Niet achter mij aanlopen, dat is geen goed plan. Iets leuks aan, Barry. Don't worry, be scary. Staat je leuk? Dit moet je er overheen. Als je dan een keer in je tas wil zijn, dan kun je dit ook gewoon opzij leggen. De zon komt op en je ziet die top en je denkt van ja, gaat verder. Ja. Ik ga doen. En dat merk je dan, of niet, maar jammer, hè, dat laatste, hè? Is het enige waar ik over twijfel bij het materiaal? Dat snap ik ook, want het is volgens mij geen ademend materiaal. Oké, dan ga ik hem niet vervangen. Doen. Nee, dan vervang ik hem. Ja. Ik heb mijn spullen opgezocht op YouTube. Heel vaak als je het merk en type invult, en plus review op Google bijvoorbeeld, dan krijg je daar reviewfilmpjes van. En daar is iemand die dan alle features uitlegt. En dat is gewoon heel handig. Wat vind je het fijnste aan al die spullen? De ademende kwaliteit. Bij naar beneden gaan gebruik je ook je stokken, dus hetzelfde als hier. Gaat het, jongens? Ja, lekker. Als je hier goed mee kan werken, dan kun je eigenlijk, dan kan ik je midden in Alaska droppen en dan kom je nog terug. En je mag straks een stukje oefenen. Goed? Lekker man. Ik denk dat ze dat. We moeten nu nog wel een stukje. Ik denk voor de grap gezegd. Ze hebben ons gezien. Het ziet er wel 4 uur voor, hè? Ze denken dat we heel getraind zijn. Ja. Maar wat is er mis dan, jongens? Niks. Er is niks mis. Het duurt alleen wat langer dan gewoon. Maar we halen het niet binnen de tijd. Nee, weet ik niet. Dus we missen de barbecue? Nee, dat zeker niet. Echt niet. Dat nooit. Maar hoe lang is het nog? Nou, een uurtje denk ik. Uurtje? Nee, joh. We zijn nu hier. Nee? Lopen zo. We gaan dan naar beneden, hè? Nee, toch? Ja, ik denk wel minder, hoor. We zijn hoor. Hier bij het uitkijkpunt, we gaan zo. Zo, het is wel mooi, hè? 3 kwartier? Nee. Want we gaan omlaag. Half uurtje. Ik ga voor een half uurtje. Ik voel me topfit. Ik heb 3 uur geslapen vannacht, maar de condities hier zijn sowieso goed. En ik voel me eigenlijk best wel prima, dus. Ik heb wel het gevoel dat het straks goed gaat komen als we die witte berg op gaan lopen van de zomer. Ja. Hoe is het gegaan? Nou goed, klein wandelingetje, 4 uurtjes. Dus helemaal goed gegaan. En wij allemaal, het lijkt wel een praatgroepje in plaats van een wandelgroep. Dus helemaal goed. Waarom met 1 hand? Omdat je dan niet in de verleiding kan komen om 2 tegelijk te doen. Ja, precies. Steven, je bent lekker aan het praten met iemand. En je mag het met 2 handen doen. Ja, ja, ja. Ja. Precies. Daarom dus. Ik heb hier een klimmer. Dat betekent dat daar het touw van de klimmer doorheen gaat. Dan heb je hier een handje, dat is de Sekera. Dat ben ik in dit geval. Die gaat er doorheen. Met de linkerhand trek je het touw naar beneden. Vervolgens met je rechter trek je hem omhoog. Je gaat hier naar je heup toe. Je pakt hem over. Hier bij je heup. En vervolgens pak je hem hier weer. Dus eigenlijk hou je altijd een hand hier, want waarom? Dit is een rem. Als ik hem hier zou hebben en de klimmer zou vallen, ja, dan schiet dat los inderdaad. Dus altijd een hand hier, dat is gewoon het belangrijkste.
Ja, top team. Het is heel gezellig. We hebben allemaal dezelfde focus. Past goed bij elkaar. Het klikt gewoon. Het is echt een team.